Keep It Clean Day in Venray. NUMAC Dag van Onderhoud. Het is vandaag 19 september. Dit is het PLM Maasjournaal. In de foyer van Schouwburg Venray vindt zaterdagavond het Venrayse Liedjesfestival van de Pila's plaats. 11 artiesten strijden om 4 plekken op de CD van het carnavalsseizoen 2014-2015. Naast ervaren artiesten als Dave Kavis en Gerry Putz, Bjorn en Mieke en No Way zijn er ook bijdragen van nieuwkomers als Richard en Guus en Ralf en Wim. Ook Lisanne Arts, Gem 4, Karen en Annette en de Frolly zijn zaterdagavond van de partij. Pelen Maas TV schenkt in de nieuwsuitzending van maandag uitgebreid aandacht aan de ontknoping van het Liedjesfestival. Vanmorgen ging de derde landelijke Keep It Clean Day van start in Venray. Het aantal deelnemers is gestegen van 800 in 2012 naar 1600 deelnemers dit jaar. Ook basisschool De Bongert nam deel aan deze dag, waarvoor wethouder Aik Busser het startsein gaf. Jong geleerd is oud gedaan. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat kinderen meedoen, omdat ze zich bewust worden van het belang van een schone omgeving. Zwerfvuil in Venray blijft een punt van aandacht. Het organiseren van een Keep It Clean Day blijft nodig. Nou, het probleem van afval op dit moment is dat we nogal wat zwerfvuil hebben. Mensen dingen weggooien. Er wat onachtzaam mee omgaan dat er iets wegwaait en dat even niet achterna gaan om het op te halen. En al met al kost dat ons als Venrayse gemeenschap 2,5 ton per jaar. Dus dat zijn 250.000 euro voor 43.000 inwoners. Nou, als we dat kunnen uitsparen met z'n allen door een beetje alert te zijn en dat papiertje in de zak te steken of het blikje mee naar huis te nemen, nou, dan hebben we al heel veel gewonnen. Niet overal is evenveel zwerfafval te vinden. Maar dat heeft dan weer te maken met een ander fenomeen, dat is het dumpen van afval. En dat betekent dat mensen om een bijdrage in de kosten van de afvalinzameling te ontlopen, hun vuilniszak gewoon ergens in de bossen gooien of langs de kant van de weg. En dat is natuurlijk helemaal een verschrikkelijk fenomeen wat de gemeenschap ook schandalig veel geld kost. Het lijkt dat kinderen zich meer bewust worden van hun omgeving. Gooi jij ook wel eens afval op straat? Nee. Nee. Nou, ik doe het soms. Bijvoorbeeld, soms dan gooi ik mis langs de prullenbak, dan ligt het ook heel vaak op de grond. Nee, niet echt vaak. Soms wel een appel of zo, maar niet zo dat ik kauwgom op de grond neergooi. Nee, helemaal niet. Dat afval niet op straat thuis hoort, daarover is iedereen het eens. Wat vind jij daarvan, dat mensen afval weggooien op de grond? Ik vind dat eigenlijk niet zo goed, want dat is best wel slecht voor de natuur. Ik vind dat niet zo goed. Het is niet netjes. Moeten ze straf krijgen? Want dat is heel slecht voor het milieu en voor de natuur. De leerlingen hebben de oplossingen al bedacht om zwerfvuil te verminderen. Gewoon zorgen dat er wel elk jaar of elke maand zo'n dag wordt georganiseerd. Misschien wat meer prullenbakken. Ik denk dat er gewoon meer mensen van de gemeente moeten prikken en ook meer prullenbakken komen. Het totaal verzamelde afval wordt dit jaar gewogen. Volgend jaar wordt opnieuw de Keep It Clean Day georganiseerd. Bewoners van de Vergeten Driehoek aan de zuidkant van het centrum binden de strijd aan met de parkeer- en verkeersoverlast in hun wijk. Deze maand worden de snelheden en het aantal auto's en scooters geregistreerd in de Henseniusstraat, Paterslaan en Langstraat. In oktober worden de resultaten besproken met de politie. Tijdens de wijkbijeenkomst op 7 juli in restaurant De Reden gaven veel bewoners aan overlast te ervaren. Auto's en pizzacouriers rijden veel te hard en roekeloos. Vooral in de Henseniusstraat is er parkeeroverlast rondom de coffeeshop. NUMAC is dit jaar een van de openingslocaties voor de Landelijke Dag van Onderhoud. Leerlingen konden zich opgeven om aan deze dag deel te nemen. In Limburg is op dit moment veel vraag naar technisch personeel. Vandaar de doelen het vak onderhoud te promoten en leerlingen te enthousiasmeren voor techniek en onderhoud.
Vorig jaar is Numac door Kentek als beste leerbedrijf van 2013 gekozen. Een titel om trots op te zijn. En waarom zijn wij gekozen? Wat Kentek doet is kijken welk bedrijf, hoe gaan die met leerlingen om, wat bieden ze leerlingen, hoe meten ze progressie daarin en wat investeren daarin. En uiteindelijk, er zijn een aantal bedrijven genomineerd geworden, 5 bedrijven, wij waren er ook genomineerd. En uiteindelijk op basis van wat wij allemaal doen, hoe we het aanpakken, hoe we dat volgen en zo, zijn wij blijkbaar als beste daar uit de bus gekomen. Onderhoud is volgens Jan van Hoofd noodzakelijk en tevens kostenbesparend. Nou, dat is een discussie die al jaren actueel is, maar zeker in deze tijd, hè, waar alle bedrijven op kosten moeten letten, heel erg actueel is. Heel vaak wordt gezegd, onderhoud zijn alleen maar kosten, maar onderhoud, daar kun je ook heel meer geld mee verdienen. En in dat opzicht is onderhoud dus ontzettend belangrijk. Onderwijs is belangrijk en Numac wil graag helpen om het vak onderhoud beter neer te zetten en te ontwikkelen in de maatschappij. Ook dames worden benaderd om deel te nemen. Er zijn nog veel te weinig dames in de techniek. Wat dat betreft heeft de techniek denk ik nog altijd een beetje opbollig karakter, hè, van zwaar werk, vieze handen. Maar dit is al lang niet meer zo, zeker als je naar de ontwikkeling in de techniek kijkt, automatisering, ook in productie, de automatisering bij productiemachines. Dus daar is zeker hele goede kansen en mogelijkheden voor dames in de techniek. Onderhoud maakt produceren mogelijk is een stelling die zeker bij Numac gebruikt wordt. In Hotel Asteria in Venray vindt op zaterdag 20 september de première plaats van de 14e Asteria Dinnershow, door Theater op Bezoek. Na de ontvangst om 7 uur worden de gasten getrakteerd op een avondvullend programma met muziek, zang, dans en cabaret. Tussen de showblokken door worden zij getrakteerd op een 5-gangen diner uit de keuken van Asteria. Naast oudgedienden als Marjorie Scholz en Rick Alofs zijn dit seizoen ook de Venrayse danseressen Maxime Spee en Eva Rutte aan het gezelschap toegevoegd. Theater op Bezoek verlegt naast de 10 shows in Asteria dit seizoen de grenzen. Onder de naam Stars on Tour gaat het gezelschap in december naar Zwitserland. In het plaatsje Sernach, onder de rook van Sint Gallen, wordt in het plaatselijke zalencentrum een optreden verzorgd voor 300 mensen. Venraynaar Rick Alofs staat aan de vooravond van zijn laatste seizoen Theater op Bezoek. Op eigen verzoek zingt hij in zijn laatste seizoen nog een keer Het dorp van Wim Sonneveld. Tot zover het Peel en Maas journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. De komende nacht is het droog en de temperatuur bedraagt ongeveer 15 graden. Er is een grote kans op mist, mistbanken en of laaghangende bewolking. Zaterdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt of mistig. Tijdens zonnige perioden wordt het in de loop van de dag maximaal 24 graden. Er kan lokaal een regen- of onweersbui ontstaan. Zondag koelt het af tot zo'n 19 graden. Zondagmiddag zijn er zonnige perioden met de kans op stapelwolken en een enkele bui. Ik wens u een fijn weekend en tot maandag.